De bonden bij het Diakonijzenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis hebben vandaag een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Breunswijk. De ziekenhuizen verkeren naar zeggen van de bond in een onzekere positie. Een grote groep onder leiding van voorzitter Robin Narendorp en andere vakbondsleden is naar het assembleebouw getogen om aandacht te vragen voor de financiële problemen waarmee de organisaties zitten. Naar zeggen van Narendorp is de situatie zo erg dat sluiting van de ziekenhuizen realiteit zal worden als er niet wordt ingegrepen. Bondsecretaris bij het Diakonessenhuis, Nancy Westmaas, zegt dat er nog steeds geen CAO voor 2022 is overeengekomen. De zaak staat op barsten bij beide ziekenhuizen, omdat wij al maanden bezig zijn met de salariscorrectie over het boekjaar 2022. Terwijl deze personeelsleden hetzelfde werk doen als de andere ziekenhuisinstellingen. Ook het personeel van deze twee ziekenhuizen heeft zich bijzonder ingezet gedurende de COVID-periode, dag en nacht. Zelfs de COVID-toelagen en swapgelden vanaf november 2021 zijn niet uitgekeerd, ondanks toezeggingen gedaan door de minister van Volksgezondheid. Nu zijn de ziekenhuizen bezig met de CAO-onderhandelingen en de 34% verhoging van de lichtdagtarieven en blijkt niet toereikend te zijn. De directies en de bonden zijn al maanden bezig en kunnen maar geen oplossing vinden, omdat er steeds wordt aangegeven dat ze miljoenen moeten ontvangen van de overheid, de middelen die zij hebben of hebben bijgekregen niet toereikend zijn om te voldoen aan de minimale eisen van de werknemers. Westma zegt dat de ziekenhuizen niet in staat zijn de extra middelen die zij innen door de verhoogde lichtdagtarieven te gebruiken voor betaling van het personeel. Breunswijk zegt dat het probleem vandaag nog zal worden besproken met het staatshoofd. U moet zeggen dat jullie altijd klaarstaan voor de patiënten. En dat wij als regering ook voor jullie klaar moeten staan. Dus wat ik ga doen, ik ga direct, gelukkig zijn we hier met de behandeling van de begroting bezig, dat ik de president direct in kennis gaat stellen hierover en dat ik de minister van Volksgezondheid, is hij wel? Maar het interim is hier, dat wij dan gelijk vanmiddag al, alles in een voorgesprek met jullie, de twee bonden, zoals ik heb begrepen. Als ik die nummers heb, zodat we kunnen bellen om te kijken hoe laat jullie kunnen komen. Dan gaan we dit zaak serieus aanpakken. En inderdaad moet er een structurele oplossing gevonden worden. Want we kunnen niet hier lappen of na twee maanden of na zoveel maanden weer een ander probleem. Breunswijk zegt verder dat hij het probleem heel serieus neemt en zijn belofte zal nakomen. Het probleem bij de ziekenhuizen is nijpend. Niet alleen de salarissen en secundaire voorzieningen verdienen een dringende aanpak, maar ook het wegtrekken van personeel naar andere ziekenhuizen baart zorgen.